Oké, ik heb de tijdmachine gereset. Nu kunnen we Captain Man naar huis halen. Doe het! Oh, wat licht! Great Scott! Waar zijn we? Hey, ik heb geen idee. Snel, we moeten wegwezen. Wow, dit is intens. Ik probeer het nog een keer. Auw! Pap, deze beeld doet heel veel pijn. Ja, nou, niet kruipen. Ray? Ray? Ray, kun je me horen? Oh, geef eens antwoord, gast. Ray! Wat? Ray? Vergeet me maar. Nee, nee, nee. We gaan je redden, Ray. Het is te laat voor mij. Vergeet alleen niet hoe knap ik was. Moet je zien. Het is min 25 graden in Alaska in 1709. Ray houdt er daar geen 10 minuten meer uit. Wat moeten we doen? Ik weet het niet. Hé, Schwartz kan Ray niet terughalen met de machine, toch? Klopt. Ja, tuurlijk. Ik heb echt alles ontworpen en gemaakt in de hele Man Cave. Maar laten we het vooral hebben over het enige wat ik niet kan. Luister nou even. Wat als je de tijdpoort openzet naar Prudhoe Bay in 1709, dan kruipt één van ons naar binnen, pakt Ray en trekt hem er weer door. Zou het werken? Misschien. Als Ray dichtbij genoeg is om hem te pakken. Maar het is gevaarlijk. Hé, ik moet plassen. Ben over een uurtje terug. Waarom is het gevaarlijk? Omdat degene die door de poort gaat een deel van zijn lichaam aan deze kant moet houden, wat er ook gebeurt. Waarom? Wat gebeurt er als je er helemaal doorheen gaat? Dan gaat de poort dicht en dan kan je vastkomen te zitten bij Ray. In 1709. En misschien krijgen we ze nooit meer terug. Nooit! Tja, als iemand het gaat proberen, dan moet ik het zijn. Ja, dag. Dacht je dat ik zou gaan? Oké! Laten we het maar doen dan. Oké. Ben je er klaar voor? Op 2. 1, 2. Ray! Ray, ik ben het! Ik heb je stuk taart. Geef me je hand! Kom op! Kom op! Oké. Oké, en nu de andere. Kom op! Kom op, Ray! Henry! Voorzichtig! Gaat het niet doorheen! Oké. Charlotte! Schwartz! Breng ons maar terug! Oké, luister even. Jullie zorgen voor Ray en ik haal de veren van deze vogel, zodat Schwartz het medicijn kan maken voor Piper. Wacht. Je gaat hem toch geen pijn doen, hè? Nee.